Hoi en super leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video heb ik een horse event video. Ik kom nu net terug. Ik lig lekker in mijn bedje. En ja, ik wil even opnemen, want het begint opeens. Want ik ben niet zo van, hey, ik ben nu hier en hey, ik ben nu daar. Maar echt gewoon, oh, ik denk nu nog mijn make-up er nog af moet halen. Shit. Maar in ieder geval, dit is dus even een voorstukje. En dan weet je, we beginnen met Shadow Legacy. Dat is het veulen van Penny Shadow. En daar begint het mee. En het eindigt volgens mij met een dressuurshow of zo. Maar in ieder geval, het duurt ongeveer 12 minuutjes volgens mij. Dus veel kijkplezier! Oh,
even mijn mond houden, ga gewoon luisteren, want dan leer ik ook nog lekker veel. Oké, okay, dan ga je de omgaan met standaarden zo. Rustig zitten, staan erbij. Maak je even grote grond op. We doen niet even lopen met de lange teugel. We doen even powerwangen rijden. Want ik krijg nog eens flashbacks van toen het bij mij een keer niet goed ging. Dan hebben we het naast niet toch. We gaan gewoon het verschil laten zien tussen losrijden en een drop voor jullie in de wedstrijd wel hebben. Ik zou eens iets korter pakken, Brit. Ja. Neem hem maar een beetje terug als ze gaat lopen. Iets langzamer. Juist, goed zo. Ja, heel goed. En dan draaf je weer weg. Dat is heel goed. Ja, er zitten rare mensen daar, denk ik. Zie je? Dat is het nadeel. Dan kun je, als ze dat doet, dan kun je de rust even weer wat lager instellen. Oké. Wissel het een beetje af. Heel goed, Brit. We gaan een beetje afwisselen. Ze ruiken wel vissen dan dieren. Zwem, helaas is dat waar. Ik zeg ja dan af, maar hoe doe jij dan? Die zit weg, wel rusten dan maar. Laat zacht. Brand van zomer. Wat hè? Dat was een vrijheid. Ja, ik zei dat we rond kwart voor aan de uitkomst vonden. Dus maar ik denk dat het echt naar hand. Ik moet best gaan met wie? Met en ze komen daar zo meteen. Waar? Ja, dan gaan jullie, dan kunnen jullie daar naartoe. Maar we wisten dus niet hoe laat je vader. Ik dacht dat je vader echt om 19:30 was. Nee, ja, die is wel, maar maakt niet uit of ze 4 uur laat zijn. Vindt u dat echt niet erg? Nee hoor. Dus dat had ik ook gezegd. Hè. Ik maak één hele grote video.
artiesten een daverend applaus. Want wat was het een geweldig mooie show. We hebben gekeken naar de Dutch Morning Show in deze editie. Afsluiten, vergeet dan vooral niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Tot de volgende video. Doei!